die niet per se de vertegenwoordiger is van de partij die klimaat altijd het allerhoogst in het vaandel had hangen in het verleden? Dat leek zo. Van buiten. Van buiten? Ja. Van buiten? Ja. En hoe was het van binnen? Ik heb juist van Mark Rutte heel veel steun gehad. Dat waren hele moeilijke onderhandelingen. Het is nog steeds volgens mij een akkoord dat voor de wereld van grote betekenis is. Nederland had een belangrijke rol, want ik was een van de vier bewindslieden die meedeed met de Europese commissaris om te onderhandelen. Dus we zaten echt in het kernteam. En voortdurend was er spanning van hoe ver mag je gaan. En vanzelfsprekend was de VVD-fractie niet mijn belangrijkste supporter. Maar de premier daarentegen wel degelijk. En toen uiteindelijk in een vroege ochtend dat akkoord gesloten werd, was hij ook de eerste die mij daarmee feliciteerde. Voor Diederik Samsom? Ja. En dat zegt niks over de betrokkenheid van Diederik. Maar iets over de snelheid van Mark Rutte bestellen. Maar het zegt ook iets over bijna de nerdische manier waarop Mark Rutte al het nieuws volgt. Ja. Dat echt op een onnavolgbare manier deed. En ook heel snel in staat was om dan even een geluidje te geven van hé, ik zie het. Het is goed en jeu.